Keizer dan wel Wolf. Of ik moet zeggen, Wolf dan wel Keizer. Die goal was het. Ik weet wel dat het erg mistig was en dat het bijna niet door zou gaan. Nou, dat vond ik toch niet zo leuk. Waarom niet? Nou, ik denk, nou heb ik de kans van mijn leven en dan moet het wel doorgaan. Want u mocht invallen? Ik mocht invallen voor Piet Keizer. Dus het was echt uw grote kans om door te breken? Dit was de grote kans om door te breken. Het was de tweede minuut. En ik denk dat het hier ongeveer gebeurde. En wat gebeurde er? Een voorzet van Jacques Zwart. Ja, en ik kopte hem er maar in. Niemand heeft het gezien, maar wij wel. En een doelpunt! Ik weet op het moment niet wie het gemaakt heeft. Als ik me niet vergis, was het een doelpunt van de inval op de Wolf. Nou, ook via de camera was het heel moeilijk. De eerste call, ik dacht dat die van Kees de Wolf was. Die hebben wij niet gezien, ik niet, maar ook Herman Kuip of niet. En ik dacht dat Henk Groot de vierde of de vijfde maakte uit de vrije trap. Die hebben we ook niet gezien. U zag het publiek waarschijnlijk ook niet. Nee, dat zagen we niet. Wij hoorden dus wel één, ik schoorde. En wij liepen die kant op. En het publiek, dat ging jagend mee, want die kant kon niks zien. Dus die jaagde met iedereen mee. Die Bill Shankly had nogal veel... Ja, die had nog erg veel babbels. Dat komt wel, in Engeland. En dat was ook een geweldige partij. Ja, toen speelde Piet Keizer weer mee. En ik dacht dat Johan twee goals scoorde. En waar zat u toen? Ik zat op de bank. Ja, daar zat ik meestal. Heeft u daarna nog veel gescoord voor Ajax? Daarna heb ik maar een paar wedstrijden meegedaan. En toen? En toen ben ik weggegaan, ben ik naar Haarlem gegaan. Haarlem, Amerika, België. Blauw-wit heb ik nog gespeeld. Maar iedereen kent de naam Kees de Wolf? Ja. Alleen, man. Alleen niet van gezicht. Nee? Wel van naam, maar niet van gezicht. Want ze hebben niks gezien. En een doelpunt! Als ik me niet vergis was het een doelpunt van... De inval op de Wolf. Kees de Wolf, bij deze dan toch met gezicht. Ook hij heeft gewonnen de zilvervloot.